Het thema van het boek is een ingewikkelde familiegeschiedenis die zich afspeelt op 1000 Morgen. Een familiebedrijf in de bollenteelt in Noord-Holland. Vanuit verschillende perspectieven schetst Joke Verweert de verschillende mensen van de familie. Moeder Christa, die getrouwd was met haar eerste man Leo, die aan een ziekte is overleden. Dochter Paula, die in Canada zit en een dochtertje heeft dat bij moeder Christa op 1000 Morgen woont. Christa's tweede man Jan, die hard voor het bedrijf werkt, maar onder verdachte omstandigheden om het leven komt. En dan is er nog Jelle, de zoon van Jan uit diens eerste huwelijk, die bijspringt op 1000 Morgen als Jan overleden is. Als Christa voor een knieoperatie naar het ziekenhuis moet, gaat alles schuiven in de familie en komt er enorm veel tot ontwikkeling. Paula komt over naar Nederland. Het testament van Jan moet worden opengemaakt en Jelle krijgt een brief in handen van zijn vader waaruit blijkt wat die op zijn kerfstok had. Langzamerhand wordt duidelijk wat er is gebeurd op 1000 Morgen en wat er ook is misgegaan in het verleden. Rian, Kees en Hans, jullie hebben het boek gelezen. Joke Verweert is een populaire schrijfster. Al haar andere romans stonden steeds in de bestsellerlijsten van het christelijk boek. Nu je stuifstand hebt gelezen, kun je dat begrijpen, Rian? Ja, of ik het nu na stuifstand nog steeds zo heel populair zelf vind. Dat is het andere. Heeft zij een aansprekende schrijfstijl waarbij ze een breed publiek weet te pakken? Ja, dat denk ik wel. Het is niet te moeilijk. Het is goed te begrijpen. Het sluit ook wel aan bij belevingswereld van mensen. Dus ik denk dat daar haar populariteit wel aan te wijten is. Oké. Okay. Ja. Hans? Dat denk ik ook. Ik zou er misschien willen aanvullen dat ze erg psychologiserend bezig is. Telkens terugblikken met het verleden. Hoe verwerkt iemand zijn verleden? Vind je dat positief? Of? Positief wel. Ik zal niet zeggen dat het altijd literair misschien zo goed uitgewerkt is. Soms wel eens iets te transparant. Dan zeg van misschien begrijp ik het eind wel. Oké. Okay. Ja. Kees, behoor jij tot degene die Joke Verweert vermaakt met haar romans? Ik heb nog nooit iets van haar gelezen, alleen maar stukjes iets. Dus ik was best blij dat ik zei, nou komt er eindelijk een boek van haar om te lezen. Het leest ook heel vlot. Maar ik was denk ik al heel snel teleurgesteld. Ik denk, nou, is dit het nou? Van, is dit nou die bekende schrijfster? Omdat, ja, sowieso verwarrend dat Christa de ik-persoon is, maar naar mijn idee is het niet de hoofdpersoon. Dus je wordt op verkeerde been gezet. Daar gaan we het zo even over hebben, ja. En als je dan ziet, de achterflap verraadt al hoe het gaat. Maar ook het boek zelf zegt wel helemaal in het begin van, het gaat gewoon zo lopen. Dus teleurstelling dus. Ja, het leest wel vlot, maar het is niet, je zegt, ja, wat een verschrikkelijk goed boek. Mm-hmm. Rian, teleurstelling, herken je dat? Absoluut. Want? Nou, ik heb alles gelezen van Joke Verweert. En ik vind dit een van, misschien wel het minst goede boek. De Wintertuin en Permissie, die hadden allebei iets vernieuwends. Zeker ook wat Hans net zegt, dat psychologiserende. Het spreekt vooral vrouwen ook aan, denk ik. Hè? Ja. Het psychologiseren, wat gaat er in iemand om? Wat denkt iemand? Hoe ga je met situaties om? Nou, dat doet ze in dit boek ook weer. Alleen, ze legt zo verschrikkelijk veel uit in dit boek, dat er voor de lezer eigenlijk geen witte vlekken meer zijn. Je hoeft zelf niets in te doen. Dat is belangrijk in zo'n roman? Absoluut belangrijk. Wil je de lezer er echt bij betrekken, dan moet je gewoon witte stukjes hebben die ingevuld kunnen worden door een lezer. Wanneer een lezer alles volgekoud krijgt, dan hoeft een boek voor mij niet zo. Er stond bijvoorbeeld ook een passage in, volgens mij, ik weet niet waar dat stond hoor, maar dat ze dan, ik meen dat Christophe een ander was, die dan een doorntje uit de vinger haalde en dat moet eruit. Daarmee gaf ze wel weer aan van het verleden moet eruit, dus er zat iets diepte in. Er zitten wat lessen in, hè? Ja, en ook met dit konijn, met dat zand erover, dat wegstuift. Stuifzand, dat vind ik wel wat momentjes, maar ik moet zelf toegeven dat ik er zelf overheen was en mijn vrouw me erop wees. Even naar de karakters toe, hè? De verschillende personen die ik net noemde aan het begin, die spelen allemaal een rol. Het wordt ook vanuit die verschillende invalshoeken geschreven, het verhaal. De ene keer is het vanuit Jelle, de andere keer vanuit Christa, de andere keer vanuit Paula.
Wie van die karakters is nou het meest sympathiek voor jou, Hans? Ik vind Jelle wel sympathiek overkomen, maar of die altijd realistisch is... ja, hij komt sympathiek over. Omdat ik denk dat hij het meest stabiel is. Maar aan de andere kant denk ik wel dat hij heel veel te verwerken heeft, wat hij ook weer niet zegt. Waardoor het meer een binnenvetter zou zijn. Maar ik vind hem nog het meest sympathiek. Kees, ook sympathiek. Intrigerend vind ik de kleindochtertje. Die, Julia. Ja, Julia, die walst over ze tussendoor. Ja. Die laat overal wat vallen. Die is met allerlei dingen bezig. En die komt ook bij alle personen heeft wat mee te maken. Want dat is eigenlijk de samenbinding tussen iedereen. Dus dat vind ik wel grappig. Goed, een stukje bij beetje die ontwikkeling zeg maar, van een prepuber ziet. Ja. En dat beschrijft bijvoorbeeld weer wel heel leuk. Wie was voor jou de sympathieke personage? Eigenlijk niemand. Ik kon me met niemand identificeren. Ik vind ze allemaal op elkaar lijken. Oké. Wie is überhaupt de hoofdpersoon in dit boek? Ja, dat is Paula.